Welkom bij deze video. Vandaag laat ik een aantal dumme oefeningen voor de triceps zien. De eerste oefening is de lying tricep extensions. Ga plat op de grond liggen en hou je ellebogen naast je lichaam. Zorg ervoor dat ze niet naar buiten toe draaien. Wijs met je ellebogen naar het plafond zodat je armen zo verticaal mogelijk blijven. En vanaf deze positie strek je je armen zonder dat je je ellebogen beweegt. De bent over tricep extension. Let er bij deze oefening ook weer op dat je je ellebogen naast je lichaam houdt. Beweeg je armen recht achteruit en laat ze niet opzij zwaaien. Houd ook je nek in één rechte lijn met je rug. Als je last krijgt van je nek of je rug, dan kun je altijd je hoofd ergens op laten steunen. De decline tricep extensions. Voor deze oefening heb je een bankje nodig wat je decline in kunt stellen. Als je deze niet hebt, dan zou je ook eventueel een normale bank kunnen gebruiken. Je voert de oefening dan iets wat anders uit, maar in principe blijft dit hetzelfde. Houd je ellebogen naast je lichaam en wijs deze recht naar het plafond toe. Wanneer je de oefening uitvoert, is het de bedoeling dat je je ellebogen ongeveer op dezelfde plek houdt. De close grip dumbbell press. Deze oefening lijkt net op een dumbbell bench press, maar doordat je je armen een kwartslag draait, draai je je ellebogen naar je lichaam toe en zo leg je de nadruk wat meer op de tricep in plaats van op de borst. Sommige mensen hebben vrij strakke schouders en zijn niet flexibel genoeg om heel diep te zakken bij deze oefening. Ik zou dus ook adviseren om altijd rond je borst te stoppen met de oefening, net zoals je zou doen met een barbell benchpress. Laat de dumbbells dus niet te ver zakken. De plank tricep extension. Om deze oefening goed uit te kunnen voeren moet je de plank al heel goed onder controle hebben. Dit is natuurlijk een super goede compound oefening, zowel je core als je triceps worden hard aan het werk gezet. Ik start in een normale push-up positie. Vanaf daar zorg ik dat mijn tricep horizontaal met de vloer is en vanaf daar strek ik mijn arm. Probeer ook je lichaam zo vlak mogelijk te houden. Sommige mensen zijn geneigd om hun lichaam te draaien omdat deze oefening best zwaar is. Wil je nou nog meer dumme oefeningen zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je allemaal dumme oefeningen voor het hele lichaam. Bedankt en tot volgende week.